Goedemiddag allemaal, mijn naam is Erik Sons. Ik ben net geïntroduceerd, ik ben gevraagd om iets te komen vertellen over alignment. Om daarmee ook met jullie een soort aftrap te maken van wat is dat. Ik ga daar een presentatie van houden, ik ga jullie daar ook proberen bij te betrekken. En nou, in ieder geval een hele mooie grote opkomst zoals ik begrijp en dat is super. Ik ga toch een klein beetje aan deze kant staan, zodat ik wat papiertjes kan omdraaien. Even kijken hoe dat werkt. Nou, ik zal mezelf even verder voorstellen. 49, organisatieadviseur. En nou, heb in de projectgroep wat kunnen vertellen en daarom sta ik hier. Nou, ik heb veel ervaring met veranderprocessen als organisatieadviseur, ook heel veel bij overheden, ook bij niet-overheden. En dat is de reden waarom ik hier gevraagd ben. Wat ik met jullie wil doen, dat is dus even stilstaan bij wat is alignment. Dat is eigenlijk al een heel klein beetje gezegd door Guido. Het is gewoon uitlijnen van je organisatie en je processen. Maar goed, dan is dat natuurlijk nog wel de vraag, ja, maar wat betekent dat dan precies? En ik wil met jullie gaan stilstaan bij het feit dat als je het over alignment hebt, dan heb je het eigenlijk over het veranderen van waar je mee bezig bent. Dus wel, het is gewoon een veranderd proces. Wat is alignment? Nou, als je gaat googlen, dan krijg je een heleboel definities. Ik heb er een aantal bij elkaar gezet. En daarmee kun je zien dat alignment eigenlijk in een heleboel zaken van toepassing kan zijn. Hè, of het nou typografisch is dat je tekst op één lijn brengt. Nou, daar gaat het hier natuurlijk niet om. Het gaat hier over alignment in organisaties. Bij organisatieverandering. En om alignment op een andere manier duidelijk te maken, heb ik nog een andere sheet. Ik ga even kijken of dat op een of andere manier. Désolé, j'ai fini. Oh, c'est bon, les gens. J'ai terminé. Moi aussi. Goed, dat was een filmpje om te laten zien dat het eigenlijk betekent dat je elkaar ook een handje helpt. Nou, dit is wel heel letterlijk een handje helpen, maar het uitlijnen, elkaar een handje helpen, zorgen dat je elkaar goed verstaat en begrijpt en ook kunt helpen, dat is eigenlijk alignment. Dan heb je verschillende soorten alignment. Je hebt alignment in organisaties, daar hebben we het nu over, dus niet op de wc. Maar alignment in organisaties heeft verschillende aspecten. Een hele belangrijke is de strategische alignment. En strategische alignment, dat ga ik zo toelichten. Je hebt business ICT alignment, je hebt alignment van structuur en processen en van de organisatie. Daar hebben we het hier zeker ook over. En waar we het ook over hebben is alignment in verandering. Strategische alignment. Ja, de richting en de capaciteiten van de organisatie. Je hebt op dit moment, ben je ergens, heb je strategische doelen, je strategische positie. Maar je hebt ook een toekomstige strategische positie. Nou, dat is bij de doorbraak natuurlijk aan de hand. Je staat nu hier, met de doorbraak heb je nieuwe doelstellingen geformuleerd. En je moet daar naartoe. Maar je hebt ook allerlei stakeholders. Je moet inspelen op allerlei trends die spelen. En er is een kern van de organisatie die mogelijk moet maken dat je van je huidige positie naar je toekomstige strategische positie gaat. Nou, dat is ook in het schema is dat uit te leggen. De strategische toeter, zoals we dat noemen. En in feite geeft dat aan dat je van je huidige positie naar je toekomstige positie wilt. Maar dat je ook in staat moet zijn om dat te kunnen doen. En dat je je processen, je competenties, kwaliteiten daarop moet inrichten. Dat is strategische alignment. Je hebt ook een in de ICT heel gangbare term alignment. En dat is business ICT alignment. Daar zie je aan de linkerkant dat je je bedrijfs- of je organisatiestrategie. Die koppel je aan je bedrijfsprocessen en aan je organisatiestructuur en je infrastructuur.
Extern gericht en intern gericht. Datzelfde heb je voor de ICT, de IT-kant. Je hebt een IT-strategie en IT-processen en IT-infrastructuur. En als die twee niet op elkaar zijn aangesloten, dan gebeuren grote ongelukken. En dat hebben we nog wel met heel wat ICT-projecten hebben gezien, dat ICT niet altijd faciliterend is voor de organisatie en wat die wil bereiken. En dan krijg je grote problemen. Er zijn veel projecten in de ICT die daar een voorbeeld van geven dat alignment niet goed lukt. En, dat is een voorbeeld. Een voorbeeld waar het wel op zich heel goed loopt, dat is de Rijksdienst Wegverkeer, afgekort RDW. De Rijksdienst Wegverkeer, dat is die club waar je kentekens bijvoorbeeld van krijgt voor je auto. Jullie kennen allemaal de APK die de keuringen uitgevoerd krijgen door de garage waar je met je auto naartoe gaat. Dus dat hebben ze als RDW hebben ze dat naar voren toe, hebben ze dat naar buiten gebracht. Garages doen de keuringen. De RDW die registreert alles over jouw voertuig. En die zorgt ook dat aan de achterkant dat je kentekenbewijs krijgt. Nou, dat ging dan altijd via de postkantoren. Daar zijn ze nu mee bezig om dat te veranderen. Maar dit is dus een voorbeeld van strategische en ICT-alignment, waarin ze hebben gezegd, hoe zorgen wij nou dat ons product, ons proces, dat we dat zo inrichten dat we strategisch, maar ook met hulpmiddelen die de ICT ons biedt, dat wij die hele grote groep mensen die een auto hebben, dat we daar op een goede manier alle gegevens van kunnen registreren en kentekens kunnen uitwerken. Nou, dus dan is dit een klein beeld, een klein beetje een beeld van wat alignment kan zijn. En als je het dan hebt over alignment in iedere organisatie, ook in jullie organisatie, dan heb je het over de afstemming van alle processen, de besturende processen. Aan de bovenkant wordt natuurlijk sturing gegeven op de doelen en wat er bereikt moet worden. De uitvoerende werkprocessen, die ook bij jullie in beweging zijn, waar ook aan gewerkt wordt om die opnieuw uit te lijnen. En je hebt natuurlijk de ondersteunende processen, en daar zitten jullie hiervoor vandaag. En alignment van de organisatiestructuur en van de processen betekent in dit geval dat het heel belangrijk is om de ondersteunende processen ook af te stemmen op de wijzigingen die in de besturing en in de uitvoerende werkprocessen worden doorgevoerd. Dus kijk je naar de doorbraak, dan zeg je eigenlijk, de doorbraak kan geen succes worden als de ondersteunende processen niet meedoen in het veranderingsproces en niet gaan nadenken over wat betekent die doorbraak voor ons, hoe kunnen wij die andere processen zo goed mogelijk ondersteunen. En daarom is alignment eigenlijk heel erg belangrijk, want het is een hartstikke noodzakelijke randvoorwaarden om van een veranderproces, zoals de doorbraak, een succes te kunnen maken. En daarom is er ook een aparte projectgroep alignment in het leven gevoerd. Ik weet niet of hier vragen over zijn tot nu toe. Is dit wel duidelijk? Oké, dan gaan we door. Alignment bij organisatieverandering. Daar hebben we het net over gehad, de doorbraak. Wat is die verandering dan die in de doorbraak wordt beoogd? Nou, die is eigenlijk ook door Guido al heel compact toegelicht. Namelijk die compacte, wendbare organisatie, heel burgergericht, zijn producten en diensten gaat leveren. Een belangrijke vraag is dan om te kijken van, ja, maar hoe kunnen dan die ondersteunende processen de beoogde verandering in de weg staan? Dus wat zou je kunnen bedenken, waardoor als je de ondersteunende processen niet op een goede manier inricht, dat die verandering die in de doorbraak gewenst is, dat die niet voor elkaar komt. Net zo goed kun je er natuurlijk over nadenken, ja, maar wat kun je nou als ondersteunende proces doen om de verandering die de doorbraak nastreeft, om die wel voor elkaar te krijgen? Nou, dat zijn vragen waar eigenlijk jullie met z'n allen mee aan de slag zouden moeten gaan. En dat geldt dus voor alle ondersteunende processen. Ik heb ze hier POVAG genoemd. Personeel, ICT, juridisch, organisatie, financiën, administratief en archief. Communicatie en huisvesting. Er zitten nog een aantal functiegroepen in die je dan een beetje moet kijken van, ja, waar horen die onder? Maar die zijn daar allemaal een beetje in te passen. Maar voor ieder van deze ondersteunende processen moet je dus eigenlijk gaan nagaan van wat betekent nou die doorbraak, wat betekent die nou voor mijn proces? Hoe kan mijn proces of in de weg staan,
aan die verandering die we willen daar, in die doorbraak? Of hoe kunnen wij juist zorgen dat die compacte, wendbare, burgergerichte organisatie, dat die ook daadwerkelijk tot stand komt? Wat moeten wij dan gaan doen? Wat moeten wij anders doen dan we nu doen? Die vragen, dat zijn eigenlijk vragen waar we jullie mee aan de slag willen zetten. Er is door Jacob aangegeven dat de projectgroep heeft bedacht van nou, we moeten na de zomer, moeten we in al die processen, al die PIOVAG-processen, moeten wij aan de slag met elkaar om te kijken van nou, hoe kunnen wij de doorbraak helpen, dat die verandering goed tot stand komt, wat moeten wij dan veranderen? Of op welke manier kunnen wij misschien wel ook in de weg staan aan die verandering en hoe kunnen we dat oplossen, dat dat niet gaat gebeuren? Om dit te doen, dan ga ik even spieken, hoe ver ik ben, hebben we een paar voorbeelden bedacht. Een paar voorbeelden van hoe alignment ten opzichte van alle ondersteunende processen, hoe dat dan eruit zou kunnen zien. Welke vragen je dan mee bezig bent. We hebben het bijvoorbeeld over de organisatiestructuur. Hoe kan de organisatiestructuur helpen of belemmeren bij het bereiken van strategische doelen? Nou, daar is eigenlijk al een keuze in gemaakt in de doorbraak. Er is gekozen om een traditionele hiërarchische sectorstructuur, hè, met een mooie hark met allemaal verdiepingen, om die te gaan veranderen naar een platte netwerkorganisatie. Nou, daar zijn ze nu hartstikke druk mee bezig. Zijn de eerste ideeën die zijn al besproken. Ik weet niet of jullie daar allemaal kennis van hebben kunnen nemen. En daar wordt dus al heel hard aan gewerkt. Maar zoals Guido ook al zei, dat is niet genoeg. Als je het hartje tekent, dan ben je er nog niet. Maar dit is een voorbeeld dat op het gebied van de organisatiestructuur al heel hard gewerkt wordt aan hoe kunnen wij die alignment vormgeven. Je ziet dat eruit. Personeel. Personeelszaken, of hoe je het wil noemen. De personeelsfunctie, daar geldt dezelfde vraag voor. Hoe kan die helpen of belemmeren bij de gewenste verandering? Nou, ik heb twee voorbeelden benoemd. Dus als je naar werving en selectie kijkt. Ja, als je op basis van de oude eisen, bijvoorbeeld vakgerichte specialisten die je wilt werven op verschillende functies in je organisatie. Als je daarmee doorgaat en je wil een kleine, compacte, wendbare organisatie waar mensen veel breder inzetbaar zijn, dan zul je dus meer op generalisten moeten gaan inzetten. Nou, dat betekent iets voor je werving en selectie. En dat betekent ook iets voor de personeelsmensen die daarmee bezig zijn. Die ook de primaire processen daarin moeten ondersteunen, adviseren en begeleiden. Hetzelfde geldt voor je management development. Ja, wat voor managers heb je in huis? Heb je nu bijvoorbeeld veel managers die heel goed opgeleid zijn om zaken te plannen en te controleren? Of heb je al mensen in huis die bij die nieuwe organisatie horen? En ik heb dat zelf maar een beetje ingevuld. Bijvoorbeeld coachende leiders. Als je veel meer zelfstandig opererende medewerkers wilt, die veel meer als competent specialist en generalist aan de slag zijn, dan moet je daar op een andere manier sturing aan geven dan op de meer traditionele. Dat is dus een voorbeeld op het gebied van personeel, van hoe alignment zou kunnen betekenen dat je goed moet kijken naar hoe hebben wij dat georganiseerd? Waar zetten wij op in? Helpen wij die verandering of staan daar misschien zaken nu waar we mee bezig zijn, die we moeten veranderen om te zorgen dat we niet gaan blokkeren voor de verandering die we willen bereiken. Een voorbeeld op het gebied van ICT. Nou, ook daar diezelfde vraag. Hoe kan ICT helpen of belemmeren? Bijvoorbeeld als je grote, afzonderlijke en inflexibele systemen hebt, vakgericht, en mensen moeten zich dan vaak aanpassen aan een systeem, dan helpt dat niet bij die doorbraakorganisatie die je wilt zijn. Dus misschien moet je afvragen of dat ook je kan veranderen in meer een structuur met databases die wel horizontaal richting die burger, richting het eindproduct ingericht zijn. Die helpen om die werkprocessen op die manier uit te lijnen. Nou, kun je op het ICT-gebied kun je zorgen dat de organisatie ondersteund wordt met systemen die dat kunnen begeleiden. En ik heb nog een voorbeeld op het gebied van juridische zaken. Juridische kennis is natuurlijk hartstikke belangrijk, ook in de overheidsorganisatie, juist in de overheidsorganisatie. Maar
Hoe kan het helpen of belemmeren bij het bereiken van die organisatie die de doorbraak nastreeft? Als je, ja, ik noem dat judicial control, als dat je hoofdrichting is van waar je mee bezig bent, namelijk het vermijden van risico's en schadeclaims, dan is een jurist er heel erg op gericht om te kijken naar wat kan er allemaal niet en wat mag er allemaal niet, omdat daar risico's gelopen worden. Nou, ik denk dat die vorm van juridische kennis, dat die niet helemaal past bij de doorbraakorganisatie die ook maar wil zijn. He, als je burgergericht wil kijken, dan ben je met z'n allen bezig om te kijken naar hoe kunnen wij legitieme wensen bij burgers en bedrijven, hoe kunnen wij daaraan invulling geven, hoe kunnen wij daar hulp bij bieden. En ja, dan moet je niet denken vanuit risico's, je moet ze wel onderkennen, maar je moet wel denken over hoe kun je de juiste prikkels in de samenleving bereiken. En dan gaat het bijvoorbeeld over vergunningen, subsidies en contracten die je sluit. Dus, maar de manier waarop die juridische kennis dan toepast, die ziet er dan anders uit. Nou, dit soort vragen, daar zul je met elkaar mee aan de slag moeten over hoe hebben wij dat nu georganiseerd, hoe zitten wij daar nu in. En hoe is dat in de toekomst gewenst als we kijken naar de doorbraak? Nog een voorbeeld met huisvesting. Huisvesting kan ook heel erg helpen of belemmerend werken bij een ander proces. Bijvoorbeeld heb je nog steeds nu je eigen kamer, je eigen werkplek, een vaste plek. Of heb je straks misschien een organisatie met flexplekken zoals dat heet, met verschillende werkplekken zoals concentratiewerkplekken, projectruimtes, flexplekken of dat je thuis werkt. En kun je zelf iedere dag gaan bedenken van waar ga ik vandaag mijn werk verrichten? Wat is voor mijn werkzaamheden die ik vandaag moet doen, wat is daar de beste werkplek voor? Nou, dat is natuurlijk een heel andere manier van werken. Het nieuwe werken noemen ze dat wel. Dit zijn voorbeelden. Voorbeelden van hoe je naar je eigen proces zou kunnen kijken, je eigen ondersteunende proces, en kijken van nou, hoe zou nou die doorbraakorganisatie, hoe zou die nou het beste gefaciliteerd kunnen worden, hoe kunnen wij daarmee de doelen van de doorbraak ook daadwerkelijk gaan bereiken. Nou, dat betekent in mijn ogen dat je echt met elkaar als professionals aan de slag moet, in je eigen kring. Daar ook met je klanten en je afnemers over in gesprek zou moeten raken. Over hoe je dat zou willen inrichten en zou willen doen. En kijken wat voor veranderingen daar mogelijk uit voortkomen. Als je dat goed bekeken hebt, dan heb je in lijn met de hele strategische doelen van de doorbraak. In lijn met de werkprocessen die in de primaire processen tot stand komen. Zoals vergunningen of subsidies of uitkeringen of andere zaken. En nou, dan heb je gekeken van hoe kunnen wij dat zo op elkaar afstemmen dat we inderdaad in één lijn staan. Dat is alignment. Ik weet niet of dit vragen oproept. Komt dit een beetje laat? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hoezo komt dit misschien een beetje laat? Ik hoor dat deze meneer zegt, ja, misschien werk ik wel bij een team wat gaat worden opgeheven. Ik weet het niet. Ik denk dat daar in ieder geval gesprekken over gevoerd gaan worden. Ja. Misschien, Jacob, kun jij daar iets over zeggen? Ik vind dat een moeilijk te beantwoorden vraag, Mark. Ik begrijp waarom je die vraag stelt. Kijk, we zijn nu begonnen met alignment en alignment is inderdaad in zijn algemeenheid bedoeld om te kijken in hoeverre we straks een heleboel processen die er nu zijn bijvoorbeeld niet meer nodig hebben. Dat is ook echt onderdeel van het proces waar we mee bezig zijn. Dus straks zullen de collega's in de rest van het proces die aan tafel zitten ook worden uitgenodigd om af en toe eens na te denken van waar werken we momenteel aan? Nou, als je nou weet dat je in de toekomst bijvoorbeeld een compactere organisatie hebt met veel minder mensen en je kent de nieuwe doelen van de nieuwe organisatie, zijn er ook die bepaalde onderdelen waar ik dagelijks mee aan werk, waar we afscheid van moeten nemen. Omdat het gewoon wel werkte vroeger en nu niet meer werkt. Ik wil niet meteen zeggen dat het ook van toepassing is op onderzoek en statistiek. Ik vind het moeilijk te beantwoorden vraag. Ik heb best wel ingewikkeld, want dat is ook moeilijk voor Erik om dat te beantwoorden, want die weet niet eens wat op dat punt speelt.
Maar ik wou de vraag beantwoorden zoals ik hem nu heb gedaan. Dus er zijn inderdaad zaken die ook straks gewoon ter discussie komen te staan. Dus zaken waar nu aan wordt gewerkt door de medewerkers, waarvan we weten dat als we straks in een kleinere, compactere organisatie zitten, dat we van zeggen, en dat doen we, daar stoppen we mee, omdat het niet meer voegt bij de nieuwe organisatie. Heb ik de vraag zo naar bevrediging beantwoord? Nee. Maar ik denk dat ik ook niet veel verder kan gaan, Mark. Spijt me. Ik weet niet of er andere vragen zijn over alignment en hoe je daarnaar kan kijken in je eigen proces. In het proces van de doorbraak. Voorbeeld van financiën. Die heb ik niet direct. Ik ben geen financieel specialist. Maar ik denk dat de uitdaging is om juist in je eigen proces, dus bijvoorbeeld financiën ook, mensen onderling met elkaar, om te kijken van nou, wat betekent zo'n compacte, wendbare, burgergerichte organisatie? Wat zou dat betekenen voor onze financiële processen in deze organisatie? En ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld, dat als je naar juridische zaken kijkt, hè, je wil niet dat de juridische kaders, dat die eerder als een horde moeten worden gezien, maar dat die moeten worden gezien om mee te werken, zodat we burgers en bedrijven die vragen hebben, dat we die snel en eenvoudig kunnen helpen. Nou, zo zouden financiële kaders natuurlijk ook op die manier ingericht kunnen worden, om te zorgen dat je heel duidelijk bent in welke financiële middelen op welke manier door de gemeente worden ingezet. En ook dat er heel snel bij burgers en bedrijven ook effecten te zien zijn. Ik denk dus dat de verleiding is te groot om hier niet even op in te gaan, Maria. Kijk, we hebben bijvoorbeeld allemaal de afgelopen jaren, en de financiële mensen hier aan tafel die weten waar ik het over heb, te maken gehad met het proces gemeenterekening 2010. Dat heeft toen behoorlijk veel werk opgeleverd. Ook heel veel energie opgeleverd op het gericht op of we allemaal wel exact volgens de regels hebben gedaan. En controle, netjes en nog meer administratie en nog meer controle en nog meer controle. Ik heb dat met enige leden ogen aangekeken en ook een beetje vergeleken met wat er nu gaande is met betrekking tot de doorbraak. En de manier waarop we dus nu straks met de nieuwe begroting aan de gang gaan. En dan schat ik zo in, maar dat moeten we natuurlijk wel met elkaar aan tafel nog hier in detail bespreken. Maar dan schat ik zo in dat woorden als bijvoorbeeld vertrouwen en resultaat en dat soort zaken, dat ook effecten zal hebben op zeg maar de manier waarop bij financiën wordt geadministreerd en waarop controles plaatsvinden. De manier waarop er ook door het management, op via de paravenstructuur, forma wordt gegeven. En hoe, dat weet ik niet, maar ik heb zo'n gevoel dat het te maken heeft met van iets van voor de behandeling, wat ik dan even noem, heel erg op controle gericht, netjes, volgens de regels. En het moet nog steeds volgens de regels, want die regels blijven dezelfde. Maar de interpretatie daarvan, van moet het allemaal, en moet het allemaal zoveel, en zo barok, zoals ik het af en toe noem. Nou, ik denk van niet. En daar zouden we met elkaar een discussie over kunnen voeren. Dat is eigenlijk, ik kon de verleiding niet weerstaan om daar toch op zijn minst even op in te gaan. Ik weet niet of u iets kan roepen wat we hier kunnen verstaan. Ik begrijp uw vraag. Ik weet niet of iedereen hem heeft kunnen verstaan. Volgens mij wel, want ik kon hem hierover horen. Ik denk dat u terecht punten inbrengt waarvan u zegt, ja, maar daar moeten wij rekening mee houden.
En ik denk dat het er juist om gaat om die algemene doelen van de doorbraak en vanuit jullie vakgebied met elkaar in gesprek te zijn en daar te kijken hoe kunnen wij dan in die financiële hoek, hoe kunnen wij er zo mee omgaan dat wij wel die doelstellingen realiseren, dat we ook natuurlijk onze wettelijke regels en alles, dat we daar ons aan houden. Maar hoe kunnen we het zo insteken dat het toch tot soepele dienstverlening leidt? En nou, hoe dat dan moet, hè, dat zegt Jacob ook, daar is nog niet iets van op papier gezet, dat is nog niet bedacht. Maar dat moet juist gaan ontstaan vanuit die dialoog. Hè, dus in eerste instantie in jullie eigen kring, maar ook met jullie afnemers. Hè, wie zijn jullie afnemers van financiën? Nou, en daar zullen we dat gesprek moeten gaan voeren. Dus ik vind het een heel terecht punt. Het gaat een beetje ver om daar nu zeg maar inhoudelijk op in te gaan. Maar het punt is terecht en daar moet dus over gesproken worden. Ik zal het even samenvatten, want ik heb het kunnen verstaan. Hier vanuit sociale zaken, waar ze met uitkeringen bezig zijn, hebben ze diezelfde vragen ook gehad. En zijn ze bij andere gemeenten ook gaan kijken. En denken ze wel een variant te hebben gevonden, waarin je de controleverplichting die je wel moet doen, zo kan inrichten dat het toch wat minder massief is en wat soepeler tot dienstverlening leidt. Mag ik het zo samenvatten? Ja, uitwisselen. Ja, dat zou dus heel goed zijn. Om dat ook met elkaar uit te wisselen. Ja. En dat zou dus ook in dat proces na de zomer, zou dat ook moeten gaan plaatsvinden. Dat je dus eerst in je eigen kring, maar ook in uitwisseling met elkaar, gaat kijken hoe gaan wij dan die ondersteunende processen zo inrichten dat wij die soepele dienstverlener worden die toch zijn taken goed blijven uitvoeren. En met minder mensen. Dat is eigenlijk de opdracht. Ja, dat laatste, daar zie ik wat geroezemoes ontstaan. Ik geloof dat ik nu het risico loop dat er heel veel vragen op mij afgevuurd gaan worden. Waarvan ik niet weet of ik ze kan beantwoorden. Maar volgens mij hoeft dat ook niet, want deze bijeenkomst die is nog niet zeg maar gericht op ja, hoe ziet dat er dan uit en hoe ziet de nieuwe organisatie eruit. Er zijn allerlei kwartiermakers en uitvlechters zijn bezig om over die organisatie na te denken. Die dialoog die wordt ook gevoerd. Hier hebben we het specifiek over alignment. En ja, we moeten natuurlijk ook vanuit de ondersteunende processen kijken, hoe zouden wij dat dan willen doen? Hoe vullen wij zo'n doorbraakorganisatie in? En daar zullen die vragen van, ja, maar wat doen we dan zelf? Op welke manier? Met hoeveel mensen? Die zullen daar wel degelijk aan de orde moeten komen. In mijn beleving, en ik zie heel wat veranderingen bij gemeenten, provincies en andere overheden, is wel het fijne dat je hier zelf mee mag denken en meepraten over hoe doen we dat nou op een goede manier. Ik heb ook heel vaak gemerkt dat er dan wat experts bij elkaar worden gezet en die maken een rapportje en dat storten ze dan over de organisatie uit en zo gaat het dan gebeuren. Dat is een schrale troost, dat begrijp ik, maar ik denk wel dat het in ieder geval dat wel een hele positieve insteek is. Ik heb even de volgende vraag voor jullie. Ik kan nog een aantal vragen beantwoorden als die er zijn. Ik kan natuurlijk eigenlijk niks zeggen over het hele proces, want daar ga ik helemaal niet over. Ik ben gevraagd om wat te vertellen over alignment en over verandering, over verandermanagement. Ik heb daar nog een tweede deel van mijn presentatie. Die gaat over, als je nou alignment gaat doen en je gaat nadenken over hoe gaan wij die ondersteunende processen, hoe gaan we die uitlijnen op die nieuwe organisatie als die eruit moet komen te zien. Dan betekent dat gewoon een stukje verandering, een veranderproces. En hoe doe je dat dan op een goede manier? Dus ik heb dat nu voor jullie in de aanbieding. Als er brandende vragen zijn, dan wil ik ze graag beantwoorden als ik dat kan. Of anders moet Jacob misschien inspringen. Of zal ik doorgaan met mijn tweede deel? En als er vragen zijn, kan dat natuurlijk ook daarna. Ik kan het niet verstaan, maar ik ga er vanuit dat jullie eigenlijk zeggen, doe maar door. Oké. Okay. Oh,
Want als je dan alignment van ondersteunende processen ziet als een veranderproces, dan is dat iets wat na de zomer gaat beginnen, maar wat niet dan ophoudt. Dat is een continu proces van verbetering, waarin je gaat kijken hoe goed doen we het nu, hoe zouden we het nog beter kunnen doen. Dus alignment als een ontwikkelproces. Maar dan is de vraag, en hoe doe je dat dan? Hier zie je eigenlijk drie lijnen uitgezet. De eerste lijn, dat is het gewone werk. In dit geval jullie werk, hè, wat je gewoon bij P, O, I, J, F of andere ondersteunende processen gewoon moet doen. Dat werk, dat gaat gewoon door. Dat houdt niet op. Maar daarnaast komt dat hele veranderproces van de doorbraak en alignment en wat je maar kan bedenken, dat komt er eigenlijk bij. Dat komt ernaast te staan. Dat moet je ook nog doen. Nou, daar is natuurlijk een projectplan voor. En dat projectplan dat gaat uitgevoerd worden in allerlei fasen, tot het klaar is. Dat komt er allemaal bij. Daar zijn jullie bij betrokken. Daar worden jullie activiteiten worden daar gevraagd. Jullie inzet. Dus dat komt erbij. En daarnaast gebeuren natuurlijk allerlei dingen in jullie omgeving. Of het nou in de politiek is bij de gemeenteraad. Of dat er bij allerlei ministeries of in de Tweede Kamer nieuwe wetten of andere dingen worden bedacht. Of andere zaken in het gewone leven. Die gebeuren ook nog en die vragen ook jullie aandacht. Dat betekent dus dat veranderen, alignment, dat dus een best ingewikkeld proces is, wat nogal wat inzet gaat vragen en helemaal niet zo makkelijk is. En waar dus ook een hele gezonde dosis weerstand bij zal ontstaan. En ja, mijn ervaring met weerstand is dat weerstand is goed. Zonder weerstand gaat er niks veranderen. Maar je hebt verschillende soorten weerstand. En wat je in ieder geval kan zien, is dat als je een verandering gaat inzetten, en daar zijn jullie nu eigenlijk in beland, dan heb je eigenlijk een soort natuurlijke fase, die hoort bij een rouwproces. En bij de start, dan is er nog niks aan de hand. Dan denkt iedereen, ik zie het wel. Nou, dan komen de eerste onderdelen van de doorbraak of van alignment, die komen naar binnen. En dan zie je eerst een stukje ontkenning, van nou, dat kan niet waar zijn. Vervolgens komen er wat dingen en we zitten daar, ja, die worden bedacht of misschien al besloten. En daar zegt een hele groep mensen van ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik word daar boos om en hoe komen ze aan mijn werk? Gaan ze dat voor mij veranderen of gaat misschien wel verdwijnen? En uiteindelijk, als je niet oppast, kom je in een depressiefase terecht, dat is onderaan het putje. En ja, na die fase waarin je eigenlijk het idee hebt, nou, dat komt nooit meer goed. Uiteindelijk ga je natuurlijk toch zoeken naar hoe dat nieuwe, hoe dat eruit ziet. En ja, als je een stukje verder bent, dan ben je nog steeds aan het zoeken. Maar op een gegeven moment merk je dat je dat oude, dat staat niet meer in je hoofd. Je bent eigenlijk bezig gewoon met je werk op een nieuwe manier. En dan heb je dat geïntegreerd. Ik heb zelf een voorbeeld, wat ik zelf heb meegemaakt. Ik kwam op een gegeven moment in de 80e jaren bij het ministerie van EZ als stagiair. En er werden toen net de eerste pc's naar binnen gerold. Ken je die nog? Die vierkante kastjes met een zwart scherm. En dan zo'n witte blinkende cursor. En dan kon je letters typen. En een heleboel mensen die zeiden toen van nou luister eens. Dat gaat niet gebeuren. En later moest iedereen ermee gewerkt. Toen werden er ook een aantal mensen boos. En niet in de laatste plaats ook managers die zeiden ik hoef geen pc. En nou, uiteindelijk moesten mensen de oude typkamer en de secretaresse loslaten, moesten zelf hun teksten gaan typen. Nou, dat leidde tot heel wat depressies. Dat heb ik zelf gezien. Maar je hebt natuurlijk ook de fase waarin mensen op een gegeven moment toch daarmee aan de slag gaan. En gaan kijken van, ja, maar hoe kan ik die pc gebruiken als typemachine? En later gaan ze andere mogelijkheden ontdekken. En op een gegeven moment dan is dat zoeken, dat is een normaal proces geworden. En die pc, die is onderdeel van het werk geworden. Dus de ambtenaar van vroeger, die werkt heel anders dan de ambtenaar nu. Nou, jullie weten precies hoe dat zit met die pc's. Maar dat is dus een voorbeeld van een veranderproces waar zo'n heel rouwproces wordt doorlopen. En niet iedereen die gaat op dezelfde manier door dat putje heen. De een die is eigenlijk al vrij snel, oh ja, nou ga ik toch zoeken hoe dat moet. En de ander die gaat nog heel lang blijven hangen in die fase van ontkenning of boosheid. En dat is nu ook heel normaal, dat hoort gewoon bij veranderen. Alleen het zou wel fijn zijn als de manier waarop je die verandering inzet, als die helpt dat mensen wat sneller door zo'n proces heen komen.
Maar dit staat jullie dus ook te wachten. Je kunt, ik heb daar even twee streepjes bij gezet. Hè. Je zou met kleurtjes zou je voor jezelf aan kunnen geven van waar zit ik nu in deze depressieput. En sta ik nog aan het begin? Ben ik al boos? Of ben ik al een beetje aan het zoeken naar hoe die alignment, hoe die doorbraak, hoe dat er voor mij uitziet? Ik denk het nog niet, want die fase zitten we nog niet in. Maar je kunt ook per afdeling kun je daar verschillen in zien. Dat zul je ongetwijfeld gaan zien. Jullie herkennen daar denk ik best wel wat van. Ja, nee, het is niet de bedoeling dat je mensen onderhoudt. Dat, ik zie daar bewegingen die kloppen niet. Ja. Goed. Veranderen is dus best moeilijk. En ik weet niet of ik ervoor sta, maar als je de literatuur erop naslaat, er is ook echt onderzoek naar gedaan, wetenschappelijk onderzoek. Ja, maar 30% van alle veranderprocessen is eigenlijk iets wat je een succes zou kunnen noemen. En dan in meer of mindere mate een succes. En dat betekent dat 70% van de veranderprocessen, van veranderingen, en dat is niet alleen in Nederland, maar dat is internationaal zo, ja, die zijn dus niet helemaal of niet gelukt. Hè, die brengen dus niet wat je ervan zou verwachten. En ja, hoe kan dat nou? En wat je vaak ziet, dat begint met zo'n wolk van ideeën. Hè, van er moet iets gaan veranderen. Nou, iemand gaat iets bedenken. En dan komt er een plan, een reorganisatieplan, een veranderplan. En dan komt er een proces waarin er besluiten moeten worden genomen. En een plaatsingsproces. Nou, de personeelsmensen die kennen wel eens geen ander. En dan moet op 1 januari de knop om. Nou, Guido zei ook al, zo werkt dat niet. En ja, de beste vraag die je daarbij kan stellen is volgens mij van, als mensen moeten veranderen, want het gaat eigenlijk altijd om mensen. Ja, wat gaan mensen anders doen dan daarvoor? Als je dat hele proces hebt doorlopen, dan zijn er maar weinig mensen die zeggen, nou, ik weet precies wat ik nu anders ga doen dan vroeger. En die komt op 1 januari of op 1 juni of wanneer die verandering ingaat, die komt op zijn werkplek. En die zegt, ik weet precies wat ik nu anders ga doen dan vroeger. Zo gaat het vaak niet. En ik denk dat daar dus het probleem zit, dat je in dat hele proces van veranderen, dat je met elkaar op zoek moet naar, ja, maar wat is dan die verandering? Wat betekent dat nou? En niet alleen op papier, maar heel concreet voor mijn werk. En dat is wat we, denk ik, met die alignment hier gaan proberen te doen, dat jullie zelf aan de slag gaan om na te denken, ja, maar wat betekent dat nou? En jullie kunnen wel als geen ander, want jullie zijn de professionals. Ik heb 8 jaar bij Berenschot gezeten. Daar heb ik in ieder geval één dingetje van meegepikt. En dat is dat je, als je het over veranderen hebt, dan heb je het over gedrag. Gedragsverandering. En nou, er zijn 7 krachten die je kan inzetten om te kijken of je gedrag ook daadwerkelijk veranderd krijgt. Want gedrag veranderen is het moeilijkste wat er is. Er moet een noodzaak zijn voor de verandering. Nou, de noodzaak bij jullie is natuurlijk wel dat het bestuur heeft gezegd, ja, we willen echt een andere organisatie die op de toekomst is uitgelijnd. En het bestuur, de politiek, die kan daartoe beslissen. Dus die noodzaak die is daar in ieder geval ontstaan. En daarmee is er ook een noodzaak voor jullie om te kijken naar, ja, maar wat betekent het voor mijn ondersteunende proces? Er is een visie nodig, want die visie die geeft richting van, maar waar gaan we dan heen? Nou, die visie, dat is de doorbraak en de uitwerking die daaraan gegeven wordt. Er zijn ook successen nodig, want als je successen kan boeken, dan moet je altijd met kleine stapjes beginnen. Dan kunnen mensen ook het idee krijgen van, hé, maar er kan ook iets veranderen. En het is ook mogelijk en je kunt daar ook, ja, leuke dingen in bereiken. Er is spirit nodig voor zo'n veranderproces. En dat betekent dat de mensen die ermee aan de slag gaan en die ook andere mensen uitnodigen, dat die ook een uitstraling hebben van, joh, moet luisteren, we zijn goed bezig en kom erbij en help mee. Want als het een groepje is wat zichzelf opsluit en waar niemand iets mee heeft, ja, dan trekt dat niet heel erg aan om bij die verandering aan te sluiten. Nou, en je hebt ook nog een aantal krachten die verandering moeten borgen, die moeten zorgen dat dat kan. Dat zijn de randvoorwaarden. Dat is de structuur, de organisatiestructuur bijvoorbeeld. Als de organisatiestructuur heel erg gelaagd en hiërarchisch blijft, dan weet je zeker dat je niet een flexibele, wendbare, burgergerichte organisatie krijgt. Het helpt niet om het hartje te tekenen en te veranderen, maar als je het niet doet, dan krijg je er wel last van. Dus het is niet iets wat voldoende voorwaarde is, maar het is wel een noodzakelijke randvoorwaarde om ook de organisatie en de structuren daarin te veranderen. Bijvoorbeeld, als ik
nog een personeelsinstrument mag bedenken. Stel dat jullie het over beloningsstructuren hebben. Wat voor een beloningsstructuur zou er horen bij een doorbraakorganisatie die horizontaal richting die burger, flexibel, klantgericht gaat opereren? Is dat hetzelfde als de beloningsstructuur die je nu hebt? Nou, dat zou een vraag kunnen zijn. Ook de capaciteiten van mensen, die zijn bepalend voor of je de verandering kan doormaken, of je die succesvol kan doorvoeren. Dus je moet ook gaan kijken, ja, maar hebben wij de capaciteit in huis om deze verandering ook te realiseren? En dan gaat het niet alleen over managers, maar gaat het net zo goed over medewerkers en over het veranderteam zelf. En uiteindelijk systemen die bekrachtigen, want als je inderdaad, ik had die ICT-systemen al genoemd, hè, als die gaan helpen om op een bepaalde manier horizontaal richting de burger producten af te leveren, dan helpt zo'n systeem ook om in je afstemming met elkaar, om dat goed te doen. Dus systemen die zijn niet voldoende, maar die kunnen wel helpen om gedrag ook veranderd te krijgen. Nou, dit zijn 7 krachten die je aan zo'n verandering als de alignment binnen de doorbraak, waar je op kan sturen, waar het projectteam, het kernteam voor alignment ook mee aan de slag kan. En ik heb er nog eentje, en dat is een eentje uit mijn eigen ervaring, en dat is dat je vooral ook de medewerkers die het aangaat, dat je serieus moet nemen. Want heel veel weerstand tegen verandering, die komt niet alleen omdat je met het idee niet eens bent, maar ook wel omdat de manier waarop soms heel vervelend overkomt. Namelijk, er wordt voor jou beslist, kun je meedenken, hoezo kunnen wij daar niet in meedoen. Dus ik zeg, een 8e kracht of iets succesfactor is, neem medewerkers serieus en accepteer dat weerstand ontstaat. En weerstand voor een deel vanuit oprechte betrokkenheid, want het gaat bijvoorbeeld over jullie werk. Jullie werk gaat veranderen. Dus als jullie zeggen, ja maar je komt aan mijn werk, is dat gewoon terecht dat je daardoor geraakt voelt. He, en ik denk dat de oplossing daarvoor is om met elkaar te zorgen dat je een dialoog voert over, ja, maar wat willen we dan, hoe ziet dat eruit en hoe kunnen we dat samen doen? En zorg ook dat dat een leerproces is wat je collectief doormaakt. Nou, dat is deel 1 en deel 2 is dat er natuurlijk ook een deel irrationele emotie is. En emotie is goed, dat moet ook gewoon, maar er zijn ook emoties die gaan op een gegeven moment zo ver dat je zegt, ja, maar daar kan ik niet zoveel mee, daar kan ik niks aan doen. En dan zeg ik, nou, daar moet je niet veel aandacht aan besteden in het collectieve. Daar moet je gewoon mensen individueel op aanspreken. Want sommige dingen kunnen nou helemaal niet anders. Er moet een besluit worden genomen. Maar het proces waarin die verandering zich voltrekt, is dus ook belangrijk. En dat proces, dat heb ik ook aan de kerngroep voorgehouden. Van volgens mij moet je daar bewust een keuze in maken. Nou, en het feit dat ik hier sta en dat ook na de zomer jullie uitgedaagd worden om daar actief aan mee te gaan doen, dat geeft wel aan dat er over nagedacht is. Ja, zo'n proces willen wij. Als wij het over alignment hebben, als we het over de doorbraak hebben, dan willen wij een proces waarin mensen daarin mee gaan doen en betrokken zijn. Dus grijp je kans, zou ik zeggen. Ook een heel belangrijk mechanisme erbij is een bril die je op kan zetten. Dat is toeval dat die bril niet 2 keer terugkomt, maar dat is een andere bril. Als je het over veranderen hebt, dan ken ik heel veel mensen die zitten altijd zo van ja maar. En, maar toen hebben we zo en zo en zo. Die zijn heel erg bezig met hoe het allemaal zo gekomen is en waarom het vooral zo moet blijven. En nou, die zitten eigenlijk in de weerstand en die besteden eigenlijk een heleboel energie aan het verleden. En dat verleden moet je niet ontkennen, dat is er gewoon. Van hoe dingen gelopen zijn, hoe eerder dingen bedacht zijn of veranderd. Maar je kunt ook zeggen, nou, je staat in het nu. He, dat is die brug tussen die brillenglazen. Daar sta je nu. Je moet gewoon accepteren dat je bent waar je bent. En ook vooral vooruitkijken en je energie naar voren richten. En niet te veel naar achteren richten. Dat betekent namelijk dat je na aan het denken bent over, ja, maar hoe ziet het er dan uit straks? Hoe moet dat gaan lopen? En hoe kan ik daar vorm aan geven? En dan ben je bezig met positieve energie. Dus als jullie nou in dit veranderproces bezig zijn, dan zou ik jullie willen uitdagen om deze bril vooral voor ogen te blijven houden en na te gaan van hoe zijn wij bezig? Hoe ben ik bezig? Hoe zijn we in mijn afdeling bezig? Hoe zijn we in mijn proces bezig? Hoe zijn we in dit veranderproces bezig? Zijn we bezig
vooral met het verleden, met ja maar en verklaren hoe het allemaal zo gekomen is, waarom het niet zo moet? Of zijn we bezig met de toekomst en zijn we bezig om na te denken over, ja maar hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat vormgeven? Ik denk dat als je dit, deze bril, als je die gaat gebruiken, met elkaar zelfs, dan kun je heel goed elkaar aanspreken op, oké, waar staan we nu, waar zijn we mee bezig, zijn we nog op de goede manier bezig met de verandering? Dat sluit ook aan bij de, en dit is het laatste stukje theorie, dan ga ik jullie actief proberen te krijgen. Daar hebben jullie natuurlijk allerlei dingen op jullie tafel voor liggen, zoals jullie ongetwijfeld gezien hebben. Maar de laatste veranderkundige stromingen, die sluiten daarbij aan. Die zeggen namelijk van alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus geef je aandacht aan allerlei negatieve zaken, dan weet je zeker dat die negatieve zaken, dat alleen maar groeit en belangrijker wordt. En die bril die ik jullie net heb aangereikt, die helpt om te kijken, zijn we vooral bezig met dat negatieve? En geven daar onze energie en aandacht aan? Of kun je met elkaar zeggen, nee, met die bril op kunnen we aandacht geven aan hoe het wel kan. Een positieve zaak. Niet op problemen focussen, maar op de oplossing. Hoe ziet dat eruit? En doe dat vooral collectief. Bespreek dat met elkaar. Want als je dat alleen in je hoofd doet, dan begrijpen we elkaar nog niet. Maar als je dat met elkaar doet, dan begrijpen we elkaar wel. Dus ik zou zeggen, steek geen energie in verklaringen van hoe het allemaal was en zo gekomen is. En hoe, wat er allemaal niet goed gaat. Ik heb zelf bij Berenschot gewerkt. Nou, Berenschot is een gerenommeerd bureau. Je hebt mooie opdrachten gedaan, maar er zitten ook heel veel opdrachten bij waarin je traditioneel wordt ingehuurd als organisatieadviseur. En dan ga je vanuit het management wordt je ingeroepen, je gaat praten met allerlei mensen. En dan kan ik heel goed een rapport schrijven over wat er allemaal niet goed gaat. En uiteindelijk, als ik dan dat allemaal beschreven heb en geanalyseerd, kan ik ook nog zeggen, ik zou zo en zo en zo, zou ik nog wat veranderen. Nou, zulke onderzoeksrapporten, adviesrapporten, die heb ik veel gezien. Ik heb ze ook zelf geschreven. En ik heb ook gezien dat ze maar zelden, nou ja, snel tot effect leiden. Dus mijn idee is, doe dat niet. Ga niet als een organisatieadviseur traditioneel gezien zeggen wat er allemaal niet goed is. Maar ga kijken hoe het wel moet. En zoek vooral naar wat er al wel goed gaat. En wat er al wel in lijn met alignment en de doorbraak. Hoe je al wel bezig bent, of je nou vanuit personeel of financiën of andere processen. Dan heb je vast een aantal dingen die wel daar goed in passen en die al heel erg meehelpen. En bouw dat uit. Dat heet in de veranderkundige literatuur onderzoek van een waarderend onderzoek, appreciative inquiry. En daarbij aansluitend is er nog een veranderkundige principe en dat heet solution focus. Dat gaat er dus vanuit dat je niet op die problemen, maar op die oplossingen gaat focussen. En die solution focus die zegt, bedenk gewoon voor jezelf, hoe goed doen we het nu? Maak een schaal van 1 tot 10, score jezelf daarop van hè, jullie proces, bijvoorbeeld personeel, die hier voor me zitten. Hoe goed doen wij als personeelszaken ons werk, gelet op de doelstellingen van de doorbraak? Scoren wij een 3, een 5, een 7 of misschien al een 8? Kun je met elkaar kun je dat bedenken? En dan kun je ook denken, nou, of ik nou een 5 of een 7 score, ik kan altijd 1 stapje beter proberen te bereiken. Hoe ziet dat eruit? Maak dat eens concreet met elkaar. Dat is de solution focus stroming. Die zegt, als je een verandering wil, kleine stapjes, vanuit je eigen werk, bedenken hoe ziet dat eruit. Dan kom je met concrete verandering en niet met grote vergezichten die je niet kan invullen. En het laatste punt, en dat heet organisatiecoaching. Die verandering, dat moet vooral iets zijn waarbij jullie zelf ermee aan de slag zijn. Dat jullie je eigenaar voelen van de verandering. Dus als we het over alignment hebben van de ondersteunende processen. Dan moet dat iets zijn waar jullie van zeggen, daar willen wij bij betrokken zijn. Wij willen vormgeven aan hoe dat eruit komt te zien. En niet een of ander adviesbureau dat daar een rapportje voor gaat schrijven. En dat kan ook, daar krijgen jullie de ruimte voor. Dus eigenaarschap en een leerproces. Want die zult met elkaar gaan zoeken. Hoe ziet dat eruit? Hoe kun je dat invullen? Hoe kunnen we dat dan anders doen? Wat betekent dat concreet voor mijn werk? En dan zul je ook soms ergens tegenaan lopen en met elkaar moeten leren van, hé, dat kunnen we dan toch beter anders doen. Nou, dit zijn veranderkundige tips
waarvan ik zeg, nou, die geef ik mee aan de kerngroep. En waarvan we met elkaar hebben besproken, nou, het is gewoon goed om dat met elkaar te delen. Dat jullie gewoon weten van in wat voor een proces zitten we en wat wordt er van ons verwacht. Die solution focus, die maak ik nog een slagje concreter voor jullie, want daar gaan we zo dadelijk mee aan de slag. Ik had het al over die schaal van 1 tot 10. Nou, en als je dat nou op de doorbraak zou willen toepassen, dan zou je dus kunnen zeggen, mijn ondersteunende proces, of het nou personeel of huisvesting of financiën is, hoe goed doen wij nu al ons werk, gelet op die nieuwe organisatie die Alkmaar wil zijn met de doorbraak. Zo dadelijk ga ik jullie vragen om daar iets mee te doen. En daarbij kun je dus bedenken dat als je met elkaar een score gaat bedenken, hè, iedereen gaat zelf scoren en dan krijg je een gemiddelde score eruit, dan kun je zeggen of we nou van een 5 naar een 6 zouden willen, of van een 7 naar een 8. Hoe ziet dat er dan uit? Wat zou je dan anders moeten doen? Welke concrete ideeën heb je? Nou, we gaan dat zo dadelijk, eigenlijk in een hele kort tijdsbestek gaan we dat doen. En dat is meer als een soort oefening, maar een oefening die al wel wat oplevert. Want zoals Jacob al zei, na de zomer er worden er tafels georganiseerd per proces. En dan gaat ieder proces dus aan de slag, eigenlijk in deze werkwijze, om na te denken, hoe ziet mijn proces er dan uit, gelet op die doorbraakorganisatie. Wat zouden we dan anders moeten doen? Hoe goed doen we dat nu? Hoe kunnen we dat beter doen? En wat veranderen we dan? Of we het nou over management development hebben, over financiën, over juridische zaken. En kijk gewoon of je nou al denkt van nou, we hebben al een 7, dat is ruim voldoende. Je kunt altijd nog een stapje beter. Hoe ziet een 8 er dan uit? Hoe doe je dat dan? Wat doe je anders? Ik zou jullie willen vragen om mee te werken aan die opdracht. Jullie zijn al per tafel gegroepeerd. Jullie hebben al je eigen proces bij de hand. En op iedere tafel, daar ligt een 1 of 2 flip-overvellen, ik dacht 2. Daar ligt een stift en daar liggen wat stickers, wat plakketjes met een kleurtje. En ik zou jullie willen vragen, als jullie nou even terugkijken, om zelf die lijn te trekken van 1 tot 10... dat iedereen aan jullie tafeltje gewoon met een stickertje zegt van, nou, waar vind ik nou dat wij staan als wij denken aan die compacte, wendbare, burgergerichte doorbraakorganisatie? Hoe goed ondersteunt ons proces, in onze ogen, in mijn ogen, die organisatie? Hoe ver zijn wij op die weg? Scoren wij dan een 4, een 5, een 7 of een 8? Dus trek die lijn, zet die nummertjes erbij. En iedereen die pakt één stickertje en die stickert waar die denkt dat je zit. En even wachten nog. Nog even jullie aandacht. Want de vervolgvraag is vervolgens om met elkaar, als je dat sticker hebt gedaan, en dan kun je dus een gemiddelde uithalen, hè, dan komt er misschien een 6 uit of een 7 of een 5. Dat gemiddelde, hoe zouden wij dat één stapje verder kunnen brengen? Wat moeten wij dan anders doen? En jullie krijgen daar 10 minuten voor. Dat is heel weinig tijd. Maar dat betekent dus dat je niet vooral moet gaan discussiëren. Het gaat echt over een inventarisatieactie. Een inventarisatieactie van waar sticker ik, waar scoor ik, waar scoren wij gemiddeld met elkaar. En ook met de stift op de flip overschrijven, welke dingen zouden wij dan anders kunnen bedenken om van die 6 naar die 7 te komen bijvoorbeeld. Voor ons proces, gelet op die nieuwe doorbraakorganisatie. Is die vraag helder voor jullie? Wie begrijpt hem helemaal niet? Iedereen begrijpt hem. 10 minuten! Anders dan schiet het niet op.
De ene account is nooit eens met de andere account. Die wisten zelf al te bedenken van, in dat putje, wij zitten nog een beetje aan die voorkant, of een beetje al naar beneden, maar we zijn nog niet omhoog. Dus wij willen hier eigenlijk niet zo heel graag aan meewerken. En aan die laatste groep heb ik gezegd, dat is je goed recht, want ik kan jou niet helpen om, zeg maar, van in de weerstand naar, in het zoeken naar het nieuwe te gaan. Dat moet je zelf doen. En ik begrijp dat ook best. He, want dat verhaal van minder mensen en compacte organisatie, dat bleek er natuurlijk wel een stof en nadelen op. Maar het is jullie eigen keuze, heb ik gezegd. He, dat mag. Maar in ieder geval na de zomer, dan wordt dit, wat we nu hebben gedaan, dat is meer dan een oefening. Dat is een eerste begin. Dus jullie flip-overs, die worden ook zeker verzameld door dit kerngroep. Maar na de zomer, dan wordt hier per proces serieus werk van gemaakt. Om te kijken van hoe ziet ons proces er dan uit? Wat moeten wij veranderen? Willen wij die doorbraakorganisatie maximaal ondersteunen? En ik zag dus dat er heel verschillende energie bij verschillende groepjes was. En ik wil even kijken of er mensen zijn die zelf iets willen zeggen over hoe ze dit vonden. En daarbij in het oog houden dat dit is na de zomer, dus bij alle processen. Maar dan. Dat is wat breder op dat pak. Nu in 10 minuten kunt u wel wat doen, maar niet veel. Maar dan wordt er serieus ingezet. Zijn er mensen die daar iets over te melden hebben? Ik vind maar een tafeltje voor mij. Hier mensen. Hoe is dat vonden? Niemand? Vond je het niks? Nee.
Maar we willen terugkoppelen over deze methodiek van denken. Want dit wordt straks van jullie gevraagd. Hoe vonden jullie dit? Was dit te doen? ICT'ers staan voor niks. Ik doe dit gewoon. Nog andere mensen die er iets over willen zeggen? Persoonlijk vind ik het leuk om mee te denken aan veranderingen. Wat geldt voor mijn eigen secretariële ondersteuning is. Doorbraak, veranderingen, prima. Maar wij zijn denk ik als secretariaat wel afhankelijk van de manager met hun eigen wensen. Waar ook moet ik nodig in mag veranderen. Ik denk dat de manager daar moet het beginnen. Als ondersteuning kan je dan zijn gevolg gaan geven, maar niet andersom. Oké, ik denk dat het een heel terecht punt is, maar er moet inderdaad wel wat gaan gebeuren. Ja. Ik loop even door, zijn er andere mensen die er iets over willen zeggen over deze oefening? Even kijken of Bea kan komen. Je merkt bij ons, ik zat hier in een team van financiën, en dat zijn heel uiteenlopende specialismen, beleid, controle, uitvoering, sturing, dus iedereen heeft een andere beeld van de werkelijkheid. Dus het gaat vooral eerst om, over welke mensen hebben we het, wat moet er gebeuren, welke wetten hebben we, en daar moeten we ons op inrichten. Dat valt ook iets mee, want wij krijgen geen goede overeenstemming in één keer, dat is iets wat we moeten ontwikkelen, denk ik, in de toekomst. Nou, terecht punt. Ik denk als jullie na de zomer aan de slag gaan met financiën, dat er misschien binnen financiën wel 2 of 3 groepen zijn op dit moment. Waarin je zegt, wij gaan voor onze eigen groep denken van, nou, hoe zouden wij dat beter kunnen doen? En daarnaast zal ongetwijfeld gevraagd worden om dat weer af te stemmen met anderen. Hè? Dus, maar ik denk terecht, ja. Heel goed. Goed. Nou, dan ga ik proberen weer even terug naar voren te komen. Nou, dit had ik al aangekondigd, dus na de zomer. Na de zomer gaat dit dus in nog serieuzere verband gaat dit plaatsvinden, namelijk in jullie eigen verband. Dan zal de kerngroep, projectgroep, die zal daar de slinger voor geven, maar jullie gaan ermee aan de slag. Maar het belangrijke is dat het dan niet ophoudt. Het is niet nu 1 keer en dan niet meer. De bedoeling is dat het nadenken over hoe doen wij het nu en hoe kunnen wij zo goed mogelijk die organisatie zijn die we willen zijn, dat is iets wat gewoon bezig zal blijven. Als je tenminste in een ontwikkelproces bezig wil zijn, dan is het iets wat je eigenlijk altijd zou kunnen doen en moeten doen. En dat is het mooie van deze aanpak, vind ik, en ik hoop dat jullie dat gaan ervaren, dat is dat je gewoon bezig bent met je eigen ontwikkeling. Nou, dat sluit aan bij de laatste sheet van mijn kant, de laatste oproep, namelijk of er ook mensen zijn die trainer willen worden. Een trainer. Nou, wat is dat dan? Nou, we willen dit proces willen we verder brengen. De kerngroep, de projectgroep, die is daar mee bezig. Maar er zijn mensen nodig die dit proces verder gaan brengen. Die gaan helpen na de zomer om dat uit te voeren. Jullie gaan in je eigen kring aan de slag. En dat er iemand bij is om dat te faciliteren, die daarin gaat helpen. Die gaat kijken hoe jullie bezig zijn, die jullie gaat ondersteunen. Die misschien dingen van andere groepen aan jullie weer gaat doorgeven. Die begeleiding die is zinvol en wenselijk en daar hebben we mensen voor nodig. Dus zou jij begeleider willen worden in dat proces? Je krijgt dan dat je wordt uitgenodigd voor een soort trainde trainersbijeenkomst. Dan gaan we aan de slag van hoe zou je dat dan kunnen doen. En je bent dan dus bezig van na de zomer tot aan 1 januari, maar wellicht ook daarna, dat weet ik niet. Ja, dat is allemaal nog niet duidelijk. Om dit proces te begeleiden bij de ondersteuning. En ja, ik denk dat het heel leuk is, want in zoveel andere processen, daar leer je altijd weer een heleboel van de dingen die je doet en die je ziet. En dat helpt jezelf ook weer in je eigen ontwikkeling. Dus de oproep is van wie zou dat willen? En informatie en een aanmelding, dat loopt dan via het projectteam. En het projectteam heeft ook een eigen adres. alignment@alkmaar.nl. Dus je hoeft daar nu geen antwoord op te geven, maar als je dat zou willen, meld je aan bij de projectgroep
of via dit mailadres, want er zijn gewoon mensen nodig. Jacob, dit was mijn presentatie, mijn bijdrage voor vandaag. Ik denk dat ik het weer teruggeef aan jou.